En vaste prik, vast onderdeel in het Lansingen Magazine is natuurlijk onze enige echte Martijn Massenbroek. Goedenavond, Martijn. Goedenavond, Cornel. Ja, het is altijd actueel als we jou bellen. Maar vorige week, dat vond ik ergens heel erg leuk, hadden we een gaaf item van jou over het archief van Telstar Online. Tenminste, online. Ja, gewoon de krant Telstar. En dat was zeer verhelderend, Martijn. Nou, hoe heet dat? Vanavond zit ik niet in het archief. Maar het is wel iets wat we wellicht kunnen terug laten komen. We hebben een ontzettend groot archief. 75 jaar maar liefst gaat het terug in de tijd. Ja, en als je dan gewoon willekeurig een krant pakt uit, 1950. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere verhalen. Ja, maar dat wou ik net zeggen. Vorige week hadden we dan, dat ging over, waar ging het ook weer over? Een product wat je kon kopen in Berkel en Roderijs voor een heel klein bedrag in guldens toen nog? Ja, onder andere. Het is natuurlijk sowieso het guldentijdperk. Dus het kijken en het vergelijken. Jullie, Pim, werkt natuurlijk bij een supermarktketen. Ja, daar betaal je nu dikke euro's voor producten. In zijn winkel natuurlijk niet, hè. Daar zijn ze natuurlijk altijd goedkoper uit. Krijg je een korting van Pim. Vergelijkt met de prijzen van 20, 30 jaar geleden. Ja, dat is gewoon leuk om daarin te snuffelen. En als je een beetje van geschiedenis houdt en van lokaal nieuws, dan zou je me zomaar 5 uur kunnen opsluiten in het archief. Nou goed, en dat was vorige week ook eigenlijk een beetje gebeurd. Ja, wat ik ook eigenlijk al tegenkwam, Cornel, in de archieven van wel 60 jaar geleden, waren er eigenlijk ook al inbraken. Ja, logisch. Zo grof en brutaal als tegenwoordig. Maar de afgelopen week, om maar direct met de actualiteit in huis te vallen, is er veelvuldig ingebroken. Ja, maar dat is toch eigenlijk, is dat in deze regio bijna geen nieuws meer, joh. Er gebeurt zoveel aan inbraken de laatste tijd. Dat is bijna aan de orde van de dag. Maar toch is er een aparte tendens waar te nemen. Want de politie is druk bezig op social media met het zogenoemde donkere dagen offensief. Het is weer eerder donker. Inbrekers weten dat ook. En inbrekers opereren over het algemeen liever natuurlijk niet in het volle licht. Dus wordt er ook relatief meer ingebroken in deze tijd van het jaar. Maar in Pijn en Kanoodorp hebben ze dat varkentje eigenlijk al een beetje de afgelopen jaren goed gewassen. Want we hebben hier buurt-WhatsApp, we hebben wijkteams, we hebben een buurtpreventieteam. En de sociale controle is gigantisch. Dus wat doen ze, de dames en heren van het inbrekersgilde? Die zoeken nu een beetje de buitengebieden op. Dus ze komen ook een beetje jullie kant op, naar jullie buitenranden. Oude Leden is ons favoriet. Delfgauw, Oud-Delfgauw. En ook daar wordt echt op dit moment stevig gesurveerd door de politie. Maar ja, toch nog steeds niet voldoende. Je kunt natuurlijk ook niet overal tegelijk zijn. Hè? Maar ja, goed, de inbrekers, ze weten Pijn en Kanoodorp nog steeds te vinden. Hoe het de situatie is in Lansinger Land, dat weet ik niet. Maar jullie hebben waarschijnlijk ook een twitterende wijkagent. En waarschijnlijk is het bij jullie ook gewoon schering en inslag. Nou ja, wij verbazen ons er dan over dat met deze buurt-WhatsApp zo komt ook een hele nieuwe vorm van een soort van buurtspionage om de hoek. Want er zijn mensen die melden zich dan aan voor deze buurt-WhatsApp en die blijken dan uiteindelijk helemaal niet in de wijk te wonen. En die houden eigenlijk alleen maar de buurt-WhatsApp zo een beetje in de gaten om te kijken of ze dan wel gesnapt, dan wel ontdekt worden. Dus je merkt ook dat het een soort kat-en-muisspel wordt, maar... Wat in Lansingerland dan nogal relevant is, dat we eigenlijk maar 1 surveillancewagen hebben per nacht. Dus ik weet niet hoe dat in Pijn en Kanoodorp zit, maar dat is erg weinig op toch een vrije, forse gemeente. Ja, en daarom gaan er ook stemmen op om zogenoemde solo surveillance in te voeren. Op het moment dat je 2 agenten in de nachtdienst hebt zitten, nou, dan zitten ze met z'n 2 op 1 wagen. Ja, ga dan allebei de andere kant op. De een gaat in zijn uppie in Bergzoek rijden, de andere in Blijswijk. Zo dek je het gebied natuurlijk veel beter. Maar ja, op het moment dat daar een melding komt van iemand met een vuurwapen, ja, dan ben je ook wel liever gedekt door je collega. Ja, dat is waar, ja. Waar het ministerie van Justitie en Veiligheid haar prioriteit legt en waar geld naartoe gaat. En we weten het. De agenten staan niet voor niks op het Binnenhof te demonstreren. En zoveel geld is er natuurlijk niet. Dus ja, initiatieven als buurt-WhatsApp en buurtpreventie, natuurlijk zijn er valkuilen, maar het kan zeker ook bijdragen aan de veiligheid. Misschien direct een leuk bruggetje wat ook ontzettend kan gaan bijdragen aan de veiligheid en met name de gezondheid en het welzijn in de gemeente. De winkeliersvereniging en de lokale Rabobank hebben de koppen bij elkaar gestoken. Die hebben namelijk een AED aangeschaft. Ja, dat is hartstikke goed natuurlijk voor de mensen die midden in het centrum natuurlijk in elkaar zakken en zulke urgente hulp nodig hebben.
Dat gebeurt wel eens. Ja. Tot voor kort waren we dan afhankelijk van een toevallig passerende dokter of iemand die ooit een keer een BHV-AED-cursus had gehad of een brandweerman of dat uiteindelijk de hulpdiensten arriveren. Maar het unieke van dit concept is, er hangt aan de buitenwand van het winkelcentrum hangt een kast, daar zit die AED in. En op het moment dat er een melding is van een reanimatie, iemand belt naar 112, die geeft door, er is sprake van een reanimatie, dan drukken ze niet alleen op de knop om daar een politieauto en een ambulance naartoe te sturen, maar gaan er ook sms'jes naar deelnemers van hartveiligwonen.nl. Ja, ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Ook bij aangesloten. En ik woon ook nog eens een keertje heel erg dicht bij die AED. Dus op het moment dat er een melding is in het centrum van Pijnakker en er is een reanimatie, dan krijgen mensen met een AED-diploma of een BHV-diploma, die krijgen een appje of een sms'je. Die kunnen direct naar die kast toe. Ze toetsen de code in en dan kunnen ze die AED meenemen. En het slagingspercentage van een reanimatie met een AED als hulpmiddel, ik heb me wel eens laten vertellen dat er 70% meer slagingskans zo is, dat je dat inzet. Dus dat is heel erg belangrijk. En de voorzitter van de winkeliersvereniging hier in Pijnakker, Werner van Keulen, die meldde dat er niet één komt. We hebben een vrij groot winkelcentrum. Het is in elk geval vrij breed. De afstanden zijn lang. Dus er komt er nog een tweede AED bij. Misschien nog wel even leuk om jullie erop te wijzen als je fan bent van treinen. Nou ja, dan kan ik me voorstellen als je in Lansingerland woont. Ja, dan zijn we een beetje oude lak, zeg maar. We hebben alleen de HSL, die maakte alleen een hoop treinen. Ja, jullie zijn niet echt fan van treinen, maar kijk even op telster-online.nl. We hebben vandaag gesproken met Henk van Beest. Henk van Beest, dat is een hele bekende, stoere gerechtsdeurwaarder. Als hij helemaal thuis komt en hij trekt de schuurdeur dicht, dat is een vrij groot uitgevallen schuur, een loods, dan gaat hij op zijn stoomtrein zitten. Je maakt een grapje. Echt waar? Het is geweldig, ja, met mini-kooltjes. En dat stookt hij dan een beetje op. En dan gaat er uiteindelijk komt er stoom uit de pijp. En dan heeft hij een heel spoor aangelegd. Tot aan de kant van zijn woning, helemaal door de achtertuin. En terwijl zijn vrouw ligt te zonnen, rijdt hij de hele dag rondjes op zijn stoomtrein. Ik moet heel erg denken aan die reclame van die bekende webwinkel. Dat die vrouw dan graag plantjes groot zingt. En dat ze dan kunst- of bonsaiboompjes probeert. En dat vind ik in deze categorie ook wel een beetje dan. Dus overdag ben je heel stoer en belangrijk. En dan zit je s'avonds op een stoomtrein. Het lijkt er wel een beetje op. Jij is een van de grootste gerechtsdeurwaarderskantoren van Nederland. En als die thuis komt, dan gaat hij op zijn stoomtrein zitten. Maar het is absoluut geen... Hoe lang zit hij daar gemiddeld op per dag? Of? Volgens mij besteedt hij daar toch wel 7 dagen per week echt wel aandacht aan. Hij is ook nog bezig met een van de grootste modelspoorbanen van Nederland. En ook dat kun je terugvinden. Met maar liefst 11 vrijwilligers doet hij dat. Dus 11? Dan ook nog op telster-online.nl. Om direct maar in de sferen te blijven van bijzondere hobby's. Wij, dan spreek ik in hoedanigheid als de redactie van de lokale krant, zijn op zoek naar maar liefst 4 nachtburgemeesters. Zowel voor Pijnakker, Noodorp, Delfgauw als buurtschap Oude Leden. En er zijn natuurlijk in Nederland heel veel nachtburgemeesters. Als je bijvoorbeeld kijkt naar jullie regio, daar hebben we Rotterdam, Jules Deelder, ja, precies. De nachtburgemeester. En dat heeft meer te maken met het kroegaspect en in de nachtelijke uren actief zijn. En wij hebben eigenlijk een iets andere insteek. Wij zien een ander profiel voor een nachtburgemeester. Er zijn heel veel projecten op dit moment als het gaat om burgerparticipatie. We hadden het net al over buurtwijkteams, buurt-WhatsApp. Die hebben alleen geen beschermheer, geen beschermvrouwen. Iemand die dat vanuit de dorpskern vertegenwoordigt. Niet echt een woordvoerder. Dus wat is zoiets van, hoe mooi zou het nou zijn als een huis een nachtburgemeester wordt geïnstalleerd in de dorpskernen. Ja, en ook een beetje te meer om het feit, vroeger had je echt in Pijnakker en in Noodorp een burgemeesterswoning. En kon je eigenlijk 's avonds om 11 uur, bij wijze van spreken, nog aan de bel bij de burgemeester. Ja, de burgemeesterswoning, de ambtswoning, hebben we niet meer. En ik zou het eigenlijk niet eens weten waar onze burgemeester op dit moment woont. Dus 's avonds langs voor een bak koffie om buurtproblemen te bespreken, dat zit er niet meer in. Ja, dat is een beetje lastig, ja. Die functie zou een nachtburgemeester ook kunnen vervullen. Dus we hebben 14 dagen iedereen de tijd gegeven om met allerhande namen op de proppen te komen. Wie moet jullie nachtburgemeester worden? En ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht van, gaat dat nou wel stormlopen? Nou, mijn mailbox puilt uit. Echt waar? Ja, wat is nou een beetje het profiel van een goede beschermvrouw van de buurt, WhatsApps?
Ja, ik denk dat je een groot sociaal hart moet hebben. Je moet wel enige bekendheid vergaren. Je zou bijvoorbeeld actief kunnen zijn als ondernemer. Maar ook bijvoorbeeld Tante To op de hoek van de straat. Die al jarenlang allerlei dingen organiseert voor kinderen in de buurt. Je mag politiek gerelateerd zijn. Je mag een horecaman zijn. Mag je ook dorpsgek zijn? Je mag ook dorpsgek zijn. Maar je moet je natuurlijk wel meenemen daarin. Dat je natuurlijk wel de titel met ere moet dragen. Het is niet zo, ik ben nachtburgemeester. En wij gaan ook bijvoorbeeld straks de nachtburgemeesters van de vier dorpskernen misschien wel raadplegen, hè, bij belangrijke vraagstukken. Op het moment dat het gaat, moet er een, ik noem maar wat, dat speelde toen bij jullie, een koffieshop komen in de wijk. Nou, dan zoeken wij als eerste misschien eens wel eens contact met de nachtburgemeester, die zijn achterban vervolgens kan raadplegen. En ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Een normale burgemeester wordt aangesteld voor de periode van zo'n 7 jaar. We hebben zoiets van, we willen het eerst eens een jaartje gaan aankijken. En dan kunnen we het misschien een jaarlijks terugkerend thema maken. Dus ja, mocht je in Pijnakkernode wonen op dit moment zitten te luisteren en je denkt van, misschien ben ik wel de ideale nachtburgemeester. Nou, geef je dan vooral op. Stuur dan even een mailtje naar redactie@telstar-uitgeverij.nl. Dan kom je in de hele grote bak met al die andere namen terecht. En dan gaan we binnenkort er echt eens even kritisch naar kijken. En 20 november dan worden de nachtburgemeesters van de vier kernen bekendgemaakt. Oké, nou dat is in ieder geval een hele mooie datum om in gedachten te houden. Maar dan 20 november, dat is op een vrijdag. Dan kan je het gelijk ook eventjes vertellen in het Lansinger Magazine. Ja, dat lijkt me. Dan moeten we dat maar live doen. Misschien dat we dan al zelf zover zijn dat ik gewoon met vier nachtburgemeesters jullie kant op. Ik wou net zeggen, kom dan gewoon maar met vier nachtburgemeesters bij ons naar de studio. Ik bedoel, dat is natuurlijk voordat de shift gaat beginnen van het viertal. Ja, nou dat is inderdaad dan wel een beetje van tevoren, zeg maar. Ja. Ja, dit waren eigenlijk een beetje de highlights weer deze week in Pijnakkernodorp. Ja, nou, heel veel succes dan met het vinden van een nachtburgemeester. Ik denk dat wij zijn net aan het settelen met onze nieuwe dagburgemeester. Dus een nachtburgemeester, dat laat nog even op zich wachten, denk ik. Maar in ieder geval bedankt. Tot volgende week, Martijn. En tot die tijd kan je natuurlijk gewoon kijken op telstar-online.nl, toch? Zeker, zeker. Hij staat weer aan. Oké, helemaal goed. Nou, dankjewel voor je bijdrage in deze uitzending en we spreken je volgende week. Is goed. Cornel, groetjes en collega's. Oké. Hoi.